Iedereen denkt dat er een lekkere geus in Brussel moet zijn of in Pajottenland, maar in Wallonië is er ook een fantastische geuzensteker. Zo'n geuzensteker, dat is zoiets heel apart, bijna alchemie en eigenlijk een van mijn favoriete aperitieven aller tijden. Wat maakt nu die Tilquin geuzen zo verschillend dan de andere geuzen die gemaakt wordt? Het is een mengeling van vier lambieken, van Boon, Lindemans, Girardin en Cantillon. Okay. En dat maakt iets meer compleet, meer rond, meer zacht, meer toegankelijk dan een andere, denk ik. Dat is zacht, maar niet zoet, hè? Het is een bier van spontane gisting die niet gepasteuriseerd is. Je kan geen zoete stof toevoegen. Het is ook niet nodig. Het is eigenlijk een perfecte bier. Dat is dat frisse, dat licht zure. Een absolute gastronomisch bier, vind ik. Na mijn aperitief naar iets heel speciaals. En dan zou het bienvenu à Vesno, à Yit, près de la confrérie del Tarte au Castoffé. In elke deel van Wallonië, elke streek van Wallonië, hebben we eigen taartjes, geheimzinnige taartjes. En niemand weet eigenlijk wat daarin zit. En ik ook niet. Zullen proeven, hè? Van waar komt nu het verhaal van de Castoffé-taart? C'est une tarte au fromage blanc qu'on a échimuré et qu'on serve tout à Ducasse, à la procession de Notre-Dame de Consolation d'ici le 25 de mars et à Yit le 15 d'août. Heb jij het begrepen? Ik heb het niet begrepen. Hopelijk staan er ondertitels onder. And now for something completely different. Marthe Donat is eigenlijk een van de eerste abstracte, cubistische kunstenaars in België. Ook dan nog een vrouw, wat heel moeilijk was in die tijd, dus ze heeft zelfs onder een pseudoniem moeten werken. Op een bepaald moment heeft ze ook het echt gehad met de kunstenaarswereld. Ze was berooid, was eigenlijk ook ziek geworden daardoor. Teruggekomen naar Wallonië, gestopt met schilderen, wat heel spijtig was. Maar dan eindelijk, tegen het einde van haar carrière, terug begonnen en een prachtige, fijne carrière gemaakt. De meeste van de schilderijen van Marthe Donat zijn in bezit van de familie. En daardoor kunnen ze om de zoveel maanden nieuwe schilderijen hier ophangen. Het is altijd wel de moeite om hier te komen. En hierachter, prachtige park, verbeeldhouwtentoonstellingen. Echt super. Maar nu moet ik mijn trein gaan halen. Kan ik nog mee? Ja, natuurlijk. Oké. Geen probleem. Super. Zo, we zijn mee? Ja. Oké. Ik ga nu maar uit als een toeristische trein. We zijn hier allemaal vrijwilligers en we zijn hier om het patrimonium van de smalspoor in België te preserveren. 4 kilometer sporen. Elke zondag en feestdag kunnen jullie hier het treintje nemen voor een ritje van ongeveer een uur en een half. Zijn dat nu miniatuurtreinen? Nee, dat zijn geen miniatuurtreinen. Dat zijn echte treinen? Ja, dat zijn echte treinen die vroeger in briquetterie en alles rijden. Dat was eigenlijk industrieel materiaal. Maar dat is jullie kindje hier, hè? Ja, natuurlijk. Dat is onze BB. Arthur? Ja. Hij ziet er niet zo goed uit? Nee, eigenlijk niet. Ze is een beetje ziek. Ja. Ze heeft een nieuwe ketel nodig en spijtig genoeg, maar kost dat veel geld. Enorm veel naar hier komen. Ja. Genieten van een treinritje met die mannen. Natuurlijk. Heel tof en steunen in het potje. Ik zal haar voorbeeld geven. Voilà. En voiture! Van zo'n treinreis krijg je wel echt honger. Dus op naar de volgende trein. Votre gin tonic. Ah, merci. En ik zie al iets dat ik denk dat ik ga bestellen. Ik denk voor die bavette met échalote. La bavette est une viande qui est un peu plus ferme au départ. Elle doit se manger bleue ou saignante. Voor mij bleu. Bleu, parfait. L'opus est une bière de la région. Oui. Fantastiek. Wat een streek hier. Hè. Zoveel superbrouwerijers en dit een toplocatie. En helemaal niet ver weg van bij ons. Ja, en zo zie je wel. Hè. Wallonië is veel meer dan Ardennen alleen. En heel kort bij. Wallonië, Brussel, toerisme, Ardennen en veel meer.